Iedere debiel denkt tegenwoordig maar dat hij een documentaire of een biografie waard is. Dat is echt totale onzin. Weet je trouwens wie wel een biografie waard is? Hm? Ik. Oh, ik ben met mijn manager ook bezig voor een biografie van mij. Echt? Ja. Oh, nee, meen je het dan niet? Ja, maar waarom ben jij dat wel waard dan? Nee, natuurlijk ga ik dat niet doen, idioot. Oh. Ga je dat echt doen? Nou, we zijn ermee bezig. We zijn ermee bezig, ongelooflijk. En het wordt waarschijnlijk geen autobiografie bij jou. Nee, het gaat gewoon over mij. Niet weer dat gedoe over die auto's. Maar we laten... Even... Niet weer dat gedoe over die auto's. Hij zegt dat echt. Oh, mijn hemel. Oh, ben ik toch in verzuild geraakt. Weet je wat een autobiografie is? Dan gaat hij over auto's, hè? Ongelooflijke koekenbakker. Een autobiografie is dat je het zelf schrijft. Oh. Ja, oh. Ik dacht dat het over die gedeelde auto ging. Nee, dat ging niet over die gedeelde auto van je. Dat verhaal kennen we nou wel. Een autobiografie is dat je een biografie over jezelf schrijft. Dus dat je zelf je biografie schrijft. Dat is een autobiografie. Een auto. Zelf.